Er waren vier perspectieven in het Circularity Cap Report. Uh, ik ben vooral bezig met voedsel en dat raakt ook logistiek. Uh, ondernemers hebben de grootste kans door vanuit samenwerking die vier verschillende elementen nu beter te pakken en samen bouwen aan, aan twee dingen. Dat is een samenwerking waarin je eigenlijk de initiatieven clustert en de, de feiten, dus de bewijslast van de verschillende verdienmodellen nu gaan combineren. Dus, dus als je. Uh, uh, ...lokale afzet van voedsel hebt aan de ene kant. Je hebt lokale transport aan de andere kant. Je hebt daarbij de, 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 de echte menselijke verbinding. Hè? Dus zonde, je kunt allemaal mooie duurzame ideeën hebben... ...maar als je dat niet vanuit samenwerking doet... Uh, ...kom je niet heel veel verder. Dus ik denk, kijk vooral naar de integrale uh, versterking tussen de domeinen. Um, goed voorbeeld van voeding vind ik een crossover naar gezondheid bijvoorbeeld. Als je gezonde voeding hebt en je geeft dat aan mensen... Um, en die gezonde voeding wordt in een regio verbouwd. En dan gaat de biodiversiteit in een gebied over het algemeen omhoog. Mensen worden gezonder, gaan de gezondheidskosten omlaag. En op deze manier los je eigenlijk veel meer op dan alleen het verschaffen van voeding aan mensen. Dus ik denk dat in dit rapport de, 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 de focus op vier uh, uh, sectoren een hele verstandige is. Dus het, uh, uh, ja, de, de waardeversnelling vindt plaats tussen sectoren en niet binnen een sector. Dat gaat veel te traag. Zeg maar, hoe vertaalt. Uh, Zo'n globaal CAP-report zich nu eigenlijk tot de lokale werkelijkheid. Hè? Dus hoe kunnen wij daar als lokale boeren met voedsel een bijdrage aan leveren? Uh, de meeste boeren hebben niet zo verschrikkelijk veel met dit soort rapporten, maar natuurlijk wel met de, de urgentie die dit rapport uh, uh, ook echt heel duidelijk laat zien. En die boeren hebben zoiets van, nou, stad, kom erop met je behoefte aan gezonde voeding, aan uh, droge voeten, zodat men hè, door mijn bodem beter te behandelen. En um, het, het verhogen van biodiversiteit in plaats van monocultuur. Alleen moet je hem er wel voor betalen. Dus als je vanuit dit rapport zegt, oké, okay, er zit iets in logistiek, er zit iets in gezondheidszorg, er zit iets in, 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 in voeding. En daar vanuit die kruisverbanden nu kijken naar wat kan er lokaal. En dat ook toetsen aan wat dat rapport ook als richting aangeeft. Nou, dan denk ik dat je, dat, je, dat je de globale wereld met de lokale wereld verbindt. En um, ja, tot oplossingen komt die zorgen voor regeneratie. Uh, het is dus gezonde voeding, maar het gaat eigenlijk over regeneratie van je landbouwsysteem. Maar ook over regeneratie van de kudde mens. En um, regeneratie betekent zelf helend zijn. En um, nou, voeding, gezondheid, mobiliteit, stedelijk ontwikkeling en biodiversiteit zijn fundamentele elementen van deze puzzel.